vandaag een maaltijdsalade maken. Ja, dit keer is het weer eens iets heel anders. Ja. Het is een gerecht voor in de avond eigenlijk, maar het kan ook in de middag. En ja, we gaan laten zien hoe wij dat maken. Ja, en zoals je al ziet hebben we heel veel ingrediënten op de tafel. Onder andere... Salade-ui. Ja. Slamix. Komkommer. Olie. Tomaten. Een baguette, gewoon stokbrood. Een dressing. Je kan zelf kiezen welke dressing je wilt. We hebben gekozen voor honing mosterd dressing. Ja. En we hebben hier een chicken, ja eigenlijk een kip. Kruidenachtig. Alles staat trouwens even in de beschrijving ook nog. Ja, en op onze blog. Ja. En pijnboompitten. En natuurlijk kip. Ja. En de kip hebben we alweer in stukjes gesneden. Ja. Laten we beginnen. Oké, we gaan beginnen met kip. En dit is gewoon kipfilet. Ja. We hebben het van de slager. Dat is op de tel net iets lekker. Maar het kan gewoon op de supermarkt. Yes. Maar kip hebt. Ja. Je moet niet gekruid vlees hebben. Of je zou dat lekker vinden in de maaltijdsalade. Maar wij gaan het nu nog kruiden. Ja, we hebben gewoon natuurlijk kip. Gewoon zonder iets. Kruiden of ja, dat soort dingen. Dan gaan we er wat olie bij doen. Zodat het korstje wat we erbij gaan doen. De kruiden. Dat goed blijft zitten. Ja, dat is eraan plat. Gewoon een scheutje olie erbij. Gewoon dit schijnt te... een beetje mengen. Ja. Dan mag jij dat zakje erbij doen. En zorg altijd dat als je kip gaat, iets met kip gaat doen, dat je nadat je er iets mee hebt gedaan, goed je handen was. Want je wil niet ziek worden. Het ruikt al heel lekker. Ja. Het is eigenlijk voor in taco's, maar het kan ook gewoon. Hier een zakje. Ja, helemaal. Zo. Het ruikt in ieder geval heel lekker naar kip. Ja. En bij de kruiden. Zo. Gewoon het hele zakje leeg. En dan ga je een beetje de kruiden goed inmasseren in het vlees. Ja. Dit wordt dus een lekker korstje, maar je kan ook gewoon kipkruiden of iets nemen en het dan grillen. Maar dit moet zeg maar in de oven. Nou, dit is klaar. Ik ga heel even mijn handen wassen, want zoals je ziet zijn ze heel vies. En dan kunnen we de kip op de bakplaat doen. Ja. Ik ga nu dus de kip op de bakplaat doen. Ja. En ik zal het even van dichtbij filmen. Nou, we gaan nu de kip op de bakplaat zetten. En dat doe je gewoon heel simpel. Snel. Erop kippen. Ja, je kan het even één doen. Je kan het omkippen en dan even wat uitspreiden. Dat gaat wat sneller. Ja. Dan verspreid je het over de bakplaat. Nou. De kip is nu in de oven en we hebben het al ingesteld. Dus nu kunnen we verder met de rest van de maaltijdsalade. Dus laten we maar snel verder gaan. We gaan nu alvast de salade met je maken. Ja. Dus de sla erin. Zout van een lekker ingewikkeld zeggen. Ja. En we hebben lekker veel. Want ja, het is een maaltijdsalade. Ja, het ziet er heel fris uit nu. We zijn niet eens begonnen, nou niet echt. Nu gaan we de komkommer even snijden, dus we gaan even een snijplankje pakken en een mesje. Dan doen we even de salade aan de kant. We gaan eerst even de komkommer wassen. Ja. En ja, dat is altijd wel frisser. Ja, ook frisser. Ja. Nou, we hebben, zoals je net al zag, de komkommer gewassen en droog gemaakt met een keukenpapier. Dus zo kunnen we nu beginnen met snijden. En je kan zelf een beetje bedenken hoeveel je wilt. Ja. Ja. Wij doen, denk ik. Ja, dat is wel goed.
Dus dan gebruiken we deze niet. Dus die leg ik even terug. En dan gaan we dit in plakjes snijden. Ja. Niet al te dik, ook niet al te dun. En zo gaan we eigenlijk heel de komkommer snijden. Ja. Nu zijn de komkommer, is de komkommer gesneden. Ja. En nu kunnen we de tomaatjes snijden. En die gaan we ook eerst even wassen. En hoeveel gaan we dat doen? Ja, ik denk zoveel is wel genoeg. Je kan gewoon kijken hoeveel tomaatjes je wil. Het hangt echt allemaal aan jou af. Nou. De tomaten gaan we door de helft doen, want ja, anders worden ze wel heel klein. Of ja, ja, als je nog kleiner snijdt, dan worden ze nog kleiner. Ja. En snijd dus gewoon door de helft. Dit doe je dan ook op alle tomaatjes. Nu gaan we de salade uitsnijden en zoals je al ziet heb ik al een beetje gesneden, maar dat was gewoon als proefje. En wat je doet is je snijdt het kontje eraf, zeg maar dit stukje. En dan snij je één plakje schuin en dan kan je de rest zo dun mogelijk ook schuin snijden. En dat doe je dan totdat je denkt dat het wel goed is. En ik heb alvast hier zo een snee gesneden, zodat ik weet waar ik moet stoppen. En zo ga je dan verder tot je zoveel uitjes hebt gesneden als je wil. Brood staat nu in de oven en ja, je moet gewoon even kijken welk brood, hoe lang dat dan moet en alles. Ja, want het is niet altijd op hetzelfde temperatuur en op de zelfde tijd hoeveel het erin moet. En deze broodjes moeten nog 2 minuten erin. Dus we kunnen zo meteen gaan snijden. Ja. De kip is nu uit de oven en hij is nu aan het afkoelen. En hij ziet er wel goed uit. Zo. En die kunnen we zo meteen dan in de salade doen. We gaan het brood even afdekken, anders dan is het gewoon heel groot. En dit kunnen we ook wel even bij de kip doen, dus dat ook gaat. Oh, zo een beetje. Oké. De uitjes zijn al gesneden, de komkommer is al gesneden en de tomaatjes zijn al gesneden. En nu moeten we alleen nog maar de kip en de pijnboompitten bij de salade gaan doen. Kijk maar eens. Zo. Kijk hoor. Zet ik het heel goed. We hebben een lekker grote bak met sla. Ja. Daar kunnen we alvast wat komkommer in doen. Ja, ik heb een goed idee om er weer mee te doen. En de tomaat laten we er even uit, want er is iemand allergisch voor tomaat. En ja, dat is dan niet zo handig als je dat erin doet. Dus die houden we even apart. Maar, kijk maar. Die doen we er later zelf wel bij. Als je dat wil. Zo. De pijnboompitjes zitten erin en het is nu echt een groene salade met een paar pijnboompitten erin. Best wel grappig. De saus kan erbij, de dressing eigenlijk. Dit is van Salad and Sandwich van Hella. Hella. Ik denk Hella. Hella. Doe je gewoon een beetje eroverheen. Zo. En dat mengen we straks. Dus we zien jullie zo weer als de kip is afgekoeld.
Nou, we gaan nu de kip erbij doen. Dat verspreiden we eerst even over de kom. Gewoon heel losjes. Zo. Oranje met groen. Ja. Ziet er best wel groot uit. Ga je praten. En zo is onze salade eigenlijk al klaar, dus ja. We gaan het natuurlijk niet proeven voor de camera, maar dat komt omdat het ons avondeten is. En ja. Ja, dat vond ik ook echt een ja. Hopen we dat jullie deze video leuk vonden. Ja, en doe alvast een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En deel deze video natuurlijk met je vrienden als je het heel leuk vond. En dan zien jullie de volgende keer weer. Doei! K-O-D! F-O-D! Good food! Met Aliëlle Schwee en Tara de Korte.